Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 11 september 2017. Ik ben dus interim minister-president voor Nederland sinds 18 november 2016. En dat betekent dat alle zorgverzekeraars en alle ondernemers dit weten. Het betekent ook dat zij moedwillig moordenaars in het parlement in hun arbeidscontract houden. En dat de ondernemers er echt voor kiezen om het volk kapot te maken ten gunste van hun corrupte relatie met politici en met andere bedrijven. Ik heb als interim minister-president gesteld dat de eigen bijdrage voor de zorgverzekering kan worden verlaagd tot 150 euro. Op de voorwaarde dat zorgverzekeraars nu eens een keer actief het arbitragerechtssysteem invoeren, het parlement opschonen en het arbitragerechtssysteem invoeren. Nou, zorgverzekeraars weigeren de moordenaars uit het parlement, maar ook de moordenaars bij rechtspraak te verwijderen. En dat leidt er in de praktijk toe dat zorgverzekeraars opzettelijk de zorg heel erg corrupt houden en dus ook het volk dwingen hele hoge rekeningen te betalen. De zorgverzekeraars beginnen wel bij het parlement geprobeerd om die zorgkosten te verlagen, maar dat zijn dus alleen maar gesprekjes en dat heeft niks te maken met de echte juridische situatie in Nederland. De echte juridische verplichting voor de zorgverzekeraar is in het openbaar stellen dat Nederland een republiek is sinds 18 november 2016, dat het parlement helemaal niet mag bestaan zoals het er nu is. Dat ook het nieuwe parlement dat komt helemaal niet mag bestaan, omdat het moordenaars zijn die via rechters en via zorginstituten burgers laten doden. Dat weigeren die zorgverzekeraars te doen. En met als gevolg dat we dus volgend jaar allemaal weer een enorme hoge premie betalen en ongeveer 30% te veel betalen voor onze rekeningen. Wat moet er gebeuren? Het volk moet in opstand komen en dat is best een heel smerige opstand. Dat is een opstand die duidelijk maakt dat het volk gewoon niet gedwongen wil worden zich één te laten folteren en doden door ondernemers, door adviesorganisaties en door de zorgwereld, de hele zorgwereld. En het betekent ook dat degenen die eigenlijk het rotste leven hebben in Nederland het hardst moeten schreeuwen. Want zij zijn degene die het eerst worden gedood. Oké, ga naar mijn website voor allerlei vormen van bewijsmateriaal.